Oké, Samuel. Even een observatie voor wat betreft de spanning bovenin je bovenlijf. Je kan het hier eigenlijk wel goed zien. Hier van achteren. Als je naar voren komt, neem er de tijd voor. Ik zie dat je voorbereiding best wel goed is. Je buigt in. Maar heel ontspannen proberen te blijven in je schouders, je armen en je handen. En wat je nu doet bij het naar voren komen, je ploft een beetje met je bladen hard het water in. En blijf naar de horizon kijken, want Johnny zat al een half uur naar je te seinen. Juist. De zijkant maar, Johnny. Rustig, hè? Hou het wat ritmisch. Je bent heel snel achter met uitpikken. Nou, een beetje uitbreek af en toe. Maar hou het wat ritmischer. Net zo snel wegzetten als dat je aanhaalt. En nu zet je sneller weg dat je aanhaalt. Hou je in de gaten, het is een cyclische sport. En dat betekent net als bij fietsen. Het been dat niks doet, komt net zo snel omhoog als het been dat wel wat doet. Wat een trap is. En het is hier dezelfde wet, onder en boven water dezelfde snelheid. Ritme is heel belangrijk en zeker bij het spullen. Maar ik heb je een jaar geleden ook zien roeien. Ja, complimenten, want het zijn wel heel grote stapjes.